Ja, wij zijn neergestreken in Schouwburg Orpheus, want wegens enorm succes komt de musical Mamma Mia nog één keer terug hier in Apeldoorn. En volgende week dan wordt echt de allerlaatste voorstelling gespeeld, dan valt het doek zeker voor deze musical. En dat gaat gebeuren in Utrecht. Maar nog eerst deze hele week, tenminste tot en met zondag 18 juli, kunt u hier nog terecht voor deze leuke voorstelling. En ja, ik ben zo benieuwd naar al die jaren Mamma Mia. Hoe gaat het met de spelers? Nou, we gaan het even vragen. Jij bent de dancing queen, jong en lief, nog maar 17. Dancing queen, koningin van de hele zien. Oh yeah. Als je dans, dans een baan. Jij gaat totaal. Het ensemble van Mamma Mia is nog maar net in Orpheus gearriveerd, of de groep moet met z'n allen inzingen. En waar kun je dat nou het beste doen? Natuurlijk in de gang bij de kleedkamers. In het ensemble vinden we ook een oud Apeldoorner en dat is Loes Worm. Bij mij zit Loes Worm. En Loes, jij hebt een thuiswedstrijd eigenlijk toch wel een beetje, hè, deze week. Ja, dat klopt. Ja, het is de tweede keer in de tour van Mamma Mia dat ik nu in Apeldoorn sta. Dus ik vind het wel leuk. Dan kan ik weer bij mijn ouders een weekje logeren, mijn vrienden weer zien. Dus ik ben er wel blij mee. Ja, jij bent geboren in Apeldoorn. Als je aan Apeldoorn denkt, je woont nu in Amsterdam. Het verschil? Amsterdam is veel drukker. In Apeldoorn kom ik altijd een beetje tot rust. Je hebt wat minder verkeer, geen trams die er rijden. Het is allemaal wat, denk ik, gemoedelijker. Maar als ik een week weer hier ben geweest, mis ik Amsterdam ook wel weer. Ik vind het wel leuk om in een drukke stad te wonen waar je de kroegjes en restaurantjes om de hoek hebt. Dat vind ik dan ook wel weer prettig. En wat mis je nou het meest dan in Apeldoorn als je in Amsterdam zit? Mijn vrienden voornamelijk. En toch eventjes dat ik weer bij mijn ouders thuis kan zijn. Dat je... Nou ja, dat er weer eventjes wat voor je gedaan wordt in plaats van dat je alles zelf moet doen, is soms ook wel even heerlijk. Het is een beetje een soort kleine vakantieweek wat ik dan hier heb. Ook al moet ik wel werken, maar overdag kun je lekker dingetjes afspreken en bij je ouders zijn. Dus dat vind ik wel leuk. En dan nog met je vrienden even uitgaan. Ja, ja, leuk. Ja, dat absoluut. Jullie staan hier tot zondag 18 juli. Met Mamma Mia natuurlijk. Ja. Wat heb jij voor die tijd allemaal gedaan? Voor de tijd heb ik Les Miserables gedaan. Evita. My Fair Lady. Cabaret was mijn stageplek. En La Dia, dat was een muziektheaterstuk van Kees Jansen. Die heb ik ook nog tussendoor gedaan. Wat vind jij nou het leukste aan musicals dan? De combinatie tussen het zingen, dansen, acteren. Dat je van alle drie disciplines je daarin kunt uiten op toneel. En wie speel jij in Mamma Mia? Nou, ik was gedurende productie was ik swing en understudy van Ellie. En nu de laatste twee weken ben ik vast Ellie. Het vriendinnetje van Sophie is dat. Dus.
En in Orpheus dus hier. Wat zijn jouw herinneringen aan Orpheus? Nou, ik ben hier begonnen toen ik heel klein was met een talentenjacht. En vroeger zat ik bij KDO, de dansgezelschap. En hadden we hier altijd jaarlijks een optreden. Dus ik ken Orpheus eigenlijk gewoon op mijn duimpje. Jij weet de weg, wij verdwalen hier maar. Nee, dat is heel leuk. Iedere keer als ik hier met de productie kom, dan zeggen mensen, oh, ik vind het zo'n doolhof. Omdat je inderdaad verschillende kleuren hier op de vloer hebt staan van waar de kleedkamers zijn, waar het toneel is. Maar ja, ik weet inmiddels waar alles zit. Straks dan volgende week, dan gaat het doek echt vallen. Wat betekent zoveel jaren Mamma Mia voor jou? Nou, ik vind het wel echt jammer dat het voorbij is. Het is zo'n vrolijke show. Je komt nooit chagrijnig uit een show. Je eindigt de show met een feestje. Ik weet zeker, het publiek zal nooit met een naar gevoel weggaan. Want het is gewoon echt een hele leuke, vrolijke show. Dus ik vind het wel jammer dat het voorbij is. Was jij heel bekend met de liedjes van ABBA? Ja, dat wel. Dat heb jij wel allemaal meegemaakt. Ja, en wij hadden, mijn broer die speelt piano en we hadden altijd alle bladmuziek van ABBA. Dus regelmatig gingen wij, ik dan zingen en mijn broer op de piano namen we ABBA-nummertjes door. Ja, leuk toch? Leuk, ja, dat je nu uiteindelijk in de musical zelf staat. Nou, dan gaat straks het definitief vallen. Heb je al plannen voor wat je gaat doen dit najaar? Nee, ik heb eerst vakantie en in september ga ik beginnen met Kruimeltje. En zijn de mensen van de cast van Mamma Mia die ook meedoen aan Kruimeltje? Ja, toevallig Carmen, die gaat ook Kruimeltje doen. Dus met nog een collega van dit jaar. Hoe lang heb je vakantie? Anderhalve maand. Dat is lekker toch? En je hebt ook al plannen? Ik ga gewoon weekendjes weg, allemaal leuke dingen afspreken met vrienden. En wat dingetjes aan mijn huis doen. Soms kom je daar niet aan toe als je alleen op de maandag vrij bent. Dus ik ga in ieder geval leuke dingen plannen. Nou, ik wens je heel veel plezier met alles wat je gaat doen. En heel veel succes hier in je geboorteplaats in Apeldoorn deze week. Ja, dankjewel. Bijna in het donker staat de hoofdrolspeelster van de musical Mamma Mia, Lone Roosendaal, op het podium van de Wegende Zaal een soundcheck te doen. Na de soundcheck heeft Lone Roosendaal even tijd voor ons. We zitten aan tafel hier met Lone van Roosendaal. Lone, eet smakelijk. Dankjewel, dankjewel. Ik heb schaald. Dus. Het ziet er lekker uit, ja. En mijn maag rammelt, maar ik hou me in, hoor. Wil je een hapje? Nee, dank je. Zeg, Mamma Mia in Orpheus weer, voor de tweede keer alweer. En jij speelde 6 mei, jongstleden, speelde jij voor de 600ste keer volgens mij Donna. Maar daar zijn alweer heel wat keren bijgekomen, of niet? We zitten op de, bijna tegen de 650 nu. Ik. En wij hebben net de 250ste achter de rug van deze tour. En hoe is dat om zoveel jaren Mamma Mia te doen? Ja, ik doe het natuurlijk niet achter elkaar. Hè. Ik speel tussendoor ook andere stukken. Dus ik kom alleen steeds weer terug op een bekende steek. En wat vind jij het leukste aan Mamma Mia? Ja, er zijn een paar dingen. Ten eerste is het een heel leuk stuk om te spelen. Het publiek gaat enorm mee. Je gaat helemaal uit zijn dak op het eind. De rol is heel erg leuk, want er zit alles in. Ontroering, alle emoties, humor, dans. Nu staat hier voor me, luister nou en hoor me, SOS. Je lacht je lippen, niets kan maar aan tippen, SOS. Zonder jou is het leven verdrietig en gaal. Zonder jou weet ik echt niet van wie ik nog haal. En heel heb ik herkenbaar natuurlijk, hè, Mamma Mia, ABBA en al die liedjes. Ja. En ik heb ook een dochter van 17 ondertussen. Dus ik herken het gevoel van een kind wat het nest gaat verlaten. En ik was ABBA-fan. Dus ja, maar ik moet zeggen, als je Mamma Mia speelt, heb je niet het gevoel dat je ABBA-liedjes staat te zingen. Je bent echt bezig met... het hoort echt bij het stuk. Kun je in het kort nog even vertellen waar het stuk over gaat? Er zijn misschien mensen die niet weten waar Mamma Mia over gaat. Ik vraag of ik aan Jeta speel. Nee, het stuk gaat over een dochter, Sophie, die gaat trouwen. Die woont met haar moeder op een Griekse eiland. Waar moeder met bloed, zweet en tranen 20 jaar geleden een taverne is begonnen.
En ze wil de vader uitnodigen. Maar die moeder heeft er altijd heel geheimzinnig over gedaan. En dan komt ze erachter dat er 3 kandidaten zijn. En die nodigt ze uit, zonder dat Donna dat weet. Met de nodige verwikkelingen die er dan volgen. Ja, absoluut. Ja. En waar kennen wij jou nog meer van dan alleen Mamma Mia? Nou, ik denk dat het grote publiek mij van Voetbalvrouw kent. De serie. Daar speelde ik de blonde bitch, Melanie Woesthof. En ik doe al 20 jaar theater. Dus als je regelmatig naar theater gaat, ben je me wel eens tegengekomen. En je hebt al veel prijzen gewonnen ook? Nee, eentje. De Johnny Kraaikamp Award? Voor Sweet Charity, ja. 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 Super. En tv-series, waar heb je zo al in gespeeld? Ik heb Sam gedaan, Meiden van de Wit, had ik allemaal gastrollen. Ik heb een comedyserie in België gedaan, Hallo België. Zaak Alzheimer, de film, had ik een rolletje in. En ik heb van alles gedaan. En de grootste klapper was natuurlijk Voetbalvrouwen. En welk stuk staat voor jou weer op stapel straks? Ik ga zo meteen de korte tour doen van het M-Lab Into the Woods. Dat is een kleine tour die langs 20 theaters gaat of zo. En dan heb ik een paar maanden vrij en dan ga ik zo doen de musical. Heb je er zin in? Ja, het is nog een beetje ver van mijn bed, want het begint pas in februari. Maar ja, dat wordt denk ik wel te gek hoor. Ja. Maar eerst ook nog even vakantie houden, of niet? Ja, ik heb nu zo meteen 3 weken vrij. We blijven vooral thuis. We gaan een weekje naar Berlijn en dan verder thuis. En dan 2 maanden Into the Woods. En dan heb ik 4 maanden even rustig en dan... Ja, begint het gekke huis van Zorro. Het is volgens mij ook wel een beetje een verslaving, dit soort dingen, of niet? Nou, het is mijn grote passie, dus dan, ik weet niet of je van verslaving kunt spreken, maar ik doe dit het liefst, ja. Heb je nog meer hobby's? Nou, niet zoveel, nee. Ik slaap graag. En dat komt er nog wel van? Ja. Nee, dat moet ook, want anders hou ik het niet vol. Ja, en dan volgende week de allerlaatste voorstelling, 25 juli in het Beatrix Theater in Utrecht. Hoe voelt dat? Het is niet zo dat ik aftel. Het is niet zo dat ik denk, godzijdank zijn we helemaal niet. Maar ik merk wel dat ik blij ben om weer wat anders te gaan doen. Daar ben je dan ook wel weer aan toe? Ja, na een jaar wel. Ja, ik heb het echt heel veel plezier gedaan. Ik denk dat ik zo dat ik het zo weer zou doen. Ik ga denk ik zo weer Mamma Mia doen. Als je me over 3 jaar vraagt, dan begin ik weer. Ja. En sluiten jullie dat af volgende week met een feestje, toch? We hebben maandagavond een eindfeest, ja. Goed, helemaal super. Zeg, jouw bordje is nog vol. Ik hou u niet langer op. Ik ga lekker eten, dankjewel. Eet smakelijk en heel veel succes komende week hier in Orpheus. Ja, dankjewel. Zal lukken. Zover een kijkje achter de schermen van de musical Mamma Mia. De musical die meer dan 43 miljoen bezoekers trok en 240 steden heeft aangedaan sinds de première 10 jaar geleden in Londen. Wilt u het zien? Kijk dan even op de site van Orpheus en dat is www.orpheus.nl. Ik ga u nog een hele fijne avond toewensen. Bedankt voor het kijken en wat mij betreft tot de volgende keer. Dag!